Hallo allemaal, super hartelijk welkom bij een nieuwe Animal Crossing New Horizons Nederland op Crazy Coon. Super tof dat je weer kijkt. We hebben vandaag een beetje een speciale aflevering, want waar jullie nu naar kijken is footage van de livestream die ik een tijdje terug heb gedaan. Maar ik heb daar topmomenten uitgeknipt van het maken van het vakantiehuis. Vind je dat nou cool en wil je graag meer van dit soort video's zien? Drop dan zeker een duimpje omhoog en laat me in de comments weten voor welke bewoner ik in de volgende livestream een huis moet gaan bouwen. Gaan we die in elk geval beëindigen en gaan we dus nog even door. En ze wil me iets laten zien. Een Amiibo scanner. Oh, dus nu kunnen we ook Amiibo's scannen en die importeren. Oké. Ja, wat ik met die Amiibo scanner kan doen, kan ik je vertellen. Helemaal niks. Want Amiibo hebben we niet. Nathalie, tot de volgende keer. Super dat je er was. Laten we eens kijken wat we... Wow, wat is dat voor een Pokémon? Het is Harry. Wat voor vakantiehuis wil je dan? Een plek waar je een robot kan maken? Nee. Een studio? Nee. Leven tussen de paddenstoelen in een bos? Poppen? Hé, hey, wat is dit? Een lage boomstamtafel, maar die hebben we al. Zijn die feestvierende mensen hier nog steeds achter? Oh ja, Olivia. Hé, hey, dankjewel. Cool. Plek waar je rommel kan maken, ik weet het nog niet hoor. Als je visite hebt, kun je nooit genoeg toiletten hebben. Wow. Het zijn wel wat markante mensen. Ik ben een studio om echt gave stijltips te streamen. Oké, we gaan voor jou. Ali. Een tweede huisje. Bomen in het bos. Kijk, hier kan ik gewoon iets mee. Dit is natuur, dit is helemaal prima. Mijn paddenstoelenbos. Prima. Hier kan ik mee werken. Een bos. Ja, dit is natuurlijk een optie. Dit is bamboe, dus dat is wat minder een optie. Dit is woestijn, dat is niet zo'n optie. Ja, het staat vast. Het wordt deze. Midden in het bos. Logisch natuurlijk. Let's go. Want paddenstoelen horen nou eenmaal in een bos. We gaan hier ook een boshut van proberen te maken. Kijken of het wil. Mijn paddenstoelenbos. Oké. Okay. Let's see. We kunnen van het huis natuurlijk al iets anders maken. Eens even zien. Anders zou ik dus zeggen zo. En dan met inderdaad iets van riet. Iets groens. Groen staat natuurlijk wel goed. Paddenstoelenkrans. Natuurlijk wat anders. Een witte deur. Oké. Okay. Dat is één. Kijk, en die bloemen lijken natuurlijk heel willekeurig. En dat zijn ze ook. Maar niet dat het erg is. Zoiets. En dan wil ik eigenlijk die hekjes nog wel. Kijk, dit zijn paalhekjes, toch?
dat zijn het inderdaad. We houden ze wel zo open. Maar we hebben zo toch een klein beetje een afgesloten idee. En misschien kunnen we dan zelfs... Kijk, dat kan hier ook. Dat is gunstig. Dan is het net alsof we dan hier ophouden met paden. Ja, tijd voor de binnenkant. Entree. En goeiedag Just, tof dat je kijkt. Een Mario-spel ben ik niet zo'n heel groot voorstander van. Oeh, kamerafscheidingen. Hebben we die... Ja, die hebben we nu geunlocked. Score. Dat is een bijzonder extra. Dat is zeker een bijzonder extraatje. Dat wil ze erin houden. Had me dit eerder gezegd, Nico. Waarom kom je hier nu pas mee, man? Overig. Oké. Dit is handig. Mooi. En deze daar. Het enige punt is natuurlijk dat dit huis, als in deze opdracht, dat die zich niet zo leent voor kamerafscheidingen. Maar laten we eens kijken. Je kunt er geen aan de muur bevestigen. Oh ja, oké, goed. Dus we kunnen er geen voorwerpen aan hangen. Nou, dat is prima. Daar staat hij. Wat is toen een wand? Oh, dat is op die manier een wand. Oké. Wat een coole dingen. Laten we eens even kijken. Ik ben eigenlijk op zoek naar precies dit soort dingen. Oeh, ik wil die vloer. Wauw. Wat ontzettend cool. Oké, goed. Hier kunnen we iets mee. Ik kan dit. Ik moet alleen even bedenken hoe. Zo. We maken daar een slaapkamer van. Waar is het bed? Hier, boomstambed. Zo. Ja, daar past ze wel langs. Deze eigenlijk zo. En ja, een champignonsalade moet er natuurlijk eigenlijk gewoon bovenop. Kan dat? Yes, keurig. Hebben we ook nog iets van een vuurtje? Ik bedoel, het is levensgevaarlijk, maar... Waarom niet? Een paar paddenstoelen. Deze zijn nu misschien wel cool. Laat ik er ook twee lampen ophangen. Ik bedoel, het blijft een huis. En zo. Ja, we zouden natuurlijk inderdaad Jeremiah's huis kunnen aanpassen nu. We moeten eigenlijk nog iets met die hoek. Wat voor een hebben dingen hebben we nog meer? Boomstam boekenplanken. Kunnen we hier stiekem dan een wat huiselijker hoekje van maken? Dat is misschien wel een optie. Even zien. Oh, we hebben wel een oven. Wat ik eigenlijk wilde doen net, was deze in een hoek plaatsen.
vraag is alleen hoe succesvol zoiets is als je dat doet. Dus zoiets. Ja, kijk, ik zou daar dus heel vrolijk van worden. Maar ja, dat ben ik dan, hè? Zo, we plaatsen jou tegen de muur. Want eerlijk gezegd sta je anders gewoon in de weg. Die bladerstapel kan er natuurlijk nog wel even in. Oeh, bladeren kan. Yes. Excellent. Dit huis is, zou in de werkelijkheid één grote pal zijn die vraagt om problemen, brandwonden of ander letsel. Maar het is niet echt. Dus dat scheelt. Kunnen jou mooi in de hoek zetten. Deze parasol maakt het alleen wel moeilijk. Die doen we weer weg. Eigenlijk wil ik jou ook in de andere hoek. Dupliceren. Daar neerzetten. Krukje een stukje opschuiven. Welke kant op? Zoiets. Ja, ik zou er absoluut niet willen wonen. Maar ik vind het er heel tof uitzien. Hier, kunnen we jou nog anders aankleden? Hebben we nog een overlevingsoptie? Een echte overlevingsoptie. Zie ik niet. Dat is dan wel weer cool. Die houden we erin. Nee, er moet geen bril op. Wel. Kijk, ik wil haar eigenlijk graag wat groene tintjes meegeven. Nou, dat is nu gelukt. Misschien zijn we er wel. Kun jij nog iets groener? Donker oranje wit berken. Doe maar een kleedje. Wauw. Niks meer aan doen. Ja, en dan toch deze. Goed. Ali. We zijn klaar. Dit is wat het is. Een knap staaltje werk. Bana. En Christel, bedankt voor het abonneren natuurlijk. Ons paddenstoelbos. Toffe hoek vanuit dat bed daaronder. Daar moest natuurlijk even een foto van. Ja, het is alsof je verdwaald bent in een veeënbos of zo. Zou ik denken. Ik heb inderdaad heuse wonderen verricht. Graag rustig genieten van je vakantiehuis. Ja, weet je, eigenlijk geloof ik het foto's maken wel. Maar deze is wel net nog even iets leuker. Help? Laat ze me nou serieus niet meer gaan? Help! Ga eens aan de kant. Sjoe! Sjoe!
We zitten opgesloten in ons eigen project. Dat is serieus trouwens, qua looproutes wel een ding. Maar goed, we kunnen haar natuurlijk gelukkig maar aan de kant zetten. Snel wegwezen, voordat ze ons permanent opsluit. Zoals Misery. Kidnapping Koen. Oké, het is weer licht. Ja, ja, wegwezen hier, Nico. Wegwezen. Snel. Snel. Oh ja, we moeten natuurlijk alleen met haar praten. Vertel het eens. Alles is in orde. Ik ga er weer vandoor. Geniet van je huis. Opgegeten door het krokodil. Ja. Dat natuurlijk ook. En het lijkt er inderdaad op dat alles goed is verlopen. 9000 poki natuurlijk weer. Heel nice. Hij moet zijn best doen om mijn niveau bij te houden. Cool. En hij heeft iets voor ons. Kunnen we zometeen ook thuis dit gewoon doen? Heeft er iets opgezet in elk geval? Ik doe het zelfplan voor een kamerafscheiding. Kun je ook voor je eigen huis maken? Nice! En schijnbaar is Nico dankzij ons een doe-het-zelf-liefhebber. Goeiedag, Ricardo! Ik ben klaar. Ik wil nog even op ons eiland kijken. Ik wil dat doe-het-zelf-plan checken. Oké, toon me dat doe-het-zelf-plan eens. Wat heb ik nodig? 3 hout en een kleihomp. Awesome. Zijn aan 's avonds. Cool. Daarom had ik ze daar natuurlijk neergezet. Yo, Cheddar. Ho, ho, ho. Je bril met snor is geweldig, jongen. Even kijken. We gaan verschillende dingen wegstoppen. Namelijk al deze dingen. En we gaan natuurlijk ook iets pakken. Yes, Diana, dat is natuurlijk een goede tip inderdaad. Om het schuurtje in je zak te stoppen. En dan kun je er altijd bij. Dat is waarschijnlijk ook zelfs qua tijd handiger dan wat ik nu doe. Ik zit alleen vaak zo dat ik denk, ach, ik loop wel even naar het schuurtje toe. Zo'n groot ding is dat ook niet. Even kijken, staat het nog steeds op? Ja, alfabetische volgorde. Dus we doen nog even iets van klei. En dan ben ik dus wel benieuwd hoe je die kamerafscheidingen gebruikt. En nu ik dit zie, wou ik dat ik snel meer dingen kon maken. Want dit duurt natuurlijk 3 lang, 3 breed. En inderdaad, als je het in je zak stopt, scheelt het op en neer rennen. Het is natuurlijk alleen ook zo dat ik in dit geval voor het gebruik hiervan bij mijn huis moet zijn. Dus hier maakt het dan weer niet zo heel veel uit. Hoeveel afscheidingen maak je eigenlijk in één keer voordat ik 200 van die dingen heb? Eens kijken. Ik
neem aan dat dit niet de meest ideale plek is om die afscheiding te gebruiken. Mijn slaapkamer daarentegen. Jullie kunnen tegenwoordig in de opslag. Hang mama's kunstwerk maar weer even terug. Wat gebeurt er als ik dit gebruik? Wauw. Oké, kan ik hem ook gewoon weer weghalen? Yeah. Cool. Moet hem ook aantrekken. Kunt hem ook draaien. Ik moet zeggen, dit werkt niet zo praktisch als dat ik gehoopt had. Maar hey, het is wat het is. Het ding is natuurlijk wel, waarschijnlijk als je er meerdere neerzet. Zeg maar, stel ik doe dit. Ik doe dit. Dit is totaal niet praktisch. Dat weet ik. Met de design stad kun je je eigen huis of in Fruitopia verbouwen. Kamerafmetingen zijn niet aanpasbaar. Nee, dat lijkt me nogal wieders. Kijk, nu kunnen we dit dus wel makkelijker doen. Gunstig. Cool. Ik weet dat dit niet de meest praktische inrichting is van het geheel, maar het is wel praktisch. En het wordt natuurlijk helemaal cool als we hier straks nog weer stukjes uit kunnen halen. Wat volgens mij op een gegeven moment ook een optie zou moeten worden. Oké, cool. Dit is goed om te weten. We gaan dit allemaal in de opslag opbergen. Dit kunnen we helaas alleen laten vallen. Maar we hebben nu een afgesloten plekje waar we dat enigszins kunnen doen. Hoppa. Dus dit wordt zeker vervolgd. Misschien dat we toch ons in toekomstige afleveringen ook meer moeten richten op die DLC. Daar zijn toch wel hele toffe dingen mee te doen. Volgens mij. Maar dat komt later. Hebben wij op ons eiland nog spul liggen? Ja. Wat we sowieso nog niet gedaan hebben natuurlijk, is het ontwerp gezocht. Ontwerp, waar ben je? Hier niet? Goeiedag Tessa, super dat je kijkt. Jou neem ik mee. Goeiedag Teddy. Oh ja, het grote probleem van mijn hele winterse stijl, wop, is dat we daar niet meer langs kunnen. Die mier. Oeh, wat voor een vis is dat? Zo gaat dit dus als ik normaal gesproken speel ook. Dan is het zo van, oeh, er gebeurt wat daar, wat is dit? En in de tijd dat je dan nog veel samen gamede, had ik dan een van mijn vrienden die dan de uitspraak deed. Hij is zo snel afgeleid. En dat is natuurlijk in feite ook zo. Hoppa, een bot. Nou, Joy.
hebben we misschien wel al alles gevonden dat hier te vinden is. Inzien, ik zie hier... Hey, we gaan jou zo nog even helpen. Maar ik zal me nu eerst niet te snel laten afleiden. Eerste postfles. Oeh, met een recept dit keer. Sinaasappelsham, lekker. Dat is ook echt wel lekker trouwens. Goed. Yo, gozer. Word wakker, man. Gulliver. Dat jij hiernaast kunt blijven slapen. Ik ben een raccoon. Overboord geslagen door Kiek. Natuurlijk helpen we je met zoeken. In de zee. Yeah. Oké. Marifoon op duiken. Dat kunnen we doen. Weet je wat alleen het punt is? Ja, er werd mij toen ik zelf leerde zeilen ook al gezegd. Als iemand roept klaar om te benden en je bent niet de stuurman, dan is het een kwestie van bukken. Gewoon bukken. Altijd. Ik heb toen daadwerkelijk wel eens gehad trouwens dat iemand dus ook geraakt werd door de giek. Dat is zeg maar het stuk zeil dat horizontaal zit. En dat is oprecht vervelend als dat gebeurt. Diegene had toen een hechting nodig in de voorhoofd. Heftige dingen. Een water in zijn oren, ja. Dat zal het zijn. We trekken even een duikpak aan. En ik ben nu al heel benieuwd. Of we hier ook kunnen vinden wat we zoeken. Als ik hier zo ga duiken, wat gebeurt er dan? Is het een marifoon-onderdeel of wordt dit iets anders? Oké, nee, dit is terecht. Ik bedoel, hij lag hier niet. Niet meer dan terecht. In dat geval zou dit in een gewoon stukje een filmpje zijn van een knip. Maar... in dit geval... wappatee... is het een kwestie van gewoon even lopen. Tot we aankomen waar we moeten zijn. En dan gaan we hier nog een keer kijken. Zeeanemoon. En deze dan? Jij zwemt, dus jij zou die marifoon ook haast niet kunnen zijn. Jij zwemt ook best wel snel trouwens. Holy. Come on. Got it. Oeh, een sneeuwkrab. Is dat nog een recept? Ik zou toch denken dat een sneeuwkrab een recept waard zou moeten zijn. Dit
de marifoon. Ook niet. En deze dan. Yes, eindelijk, maar toch. Dat voelde als langer duiken dan strikt noodzakelijk. Maar we hebben hem, dus ik klaag niet. Gulliver! Captain! Gevonden. Alsjeblieft. Geniet van de marifoon. Zijn jij rustig de konuiten? Wat een ding dat werkt. Oké. Okay. Hey. Cool. Nou, en daarmee zijn we dan eigenlijk ook aan het einde van de aflevering gekomen. En dus bij het antwoord op de vraag van Sam. Wanneer stopt de livestream? Nou ja, het is nu dan toch wel tijd om te gaan stoppen. Vond je deze video vet? Beloon dan met een duimpje omhoog. Dat helpt de verspreiding enorm. Abonneer je natuurlijk voor meer Animal Crossing. Ik ben er volgende week maandag weer. Des te meer likes dit krijgt, des te sneller we weer zo'n livestream gaan doen. Super bedankt voor het kijken, toppers. En wil je het kanaal extra steunen, blijf dan nog even hangen voor de advertentie aan het einde. Ik was Crazy Koen. Heel graag tot de volgende video. Houdoe.